In het Middelnederlands bestonden er geen vaste spellingsregels. Pas in de tweede helft van de 16e eeuw besteedde men daar voor het eerst aandacht aan. Voor die tijd leunde de spelling veel meer aan bij de uitspraak, zodat bloed kon worden geschreven met een T in plaats van een D achteraan. Ook de schrijfwijze van de klinkers was anders. De korte klinkers zijn doorgaans gemakkelijk te herkennen, maar bij de lange klinkers is er meer variatie mogelijk. In vroege teksten treft men soms een enkel letterteken aan, bijvoorbeeld ook voor ook. Later veranderde dit. De meest voorkomende manier om een lange klank aan te duiden was door middel van een verlengingsteken. De E en de I werden daarvoor vaak gebruikt, zoals bijvoorbeeld in daar. Vooral de combinatie O plus E kan verwarrend zijn, zoals we al eerder zagen. Het kan dan gaan om een O, maar ook om een OE. Een overblijfsel van deze verlengingstekens vinden we vandaag nog terug in de spelling van sommige eigennamen. De A plus E in een hedendaagse familienaam als Willaert of een plaatsnaam als Oorschot of Goorle zijn eigenlijk middeleeuwse vormen. In het huidige Nederlands worden lange klinkers in een gesloten lettergreep weergegeven door een dubbel letterteken. En deze schrijfwijze treft men ook al aan in Middelnederlandse teksten. Samengevat, het woord daar zou je op vier verschillende manieren kunnen terugvinden in het Middelnederlands. Daar met één A, daar met AE, daar met AI of daar met twee A's. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat middeleeuwers spelden zoals jongeren dat de dag van vandaag doen op sociale media of in sms-berichten. Ook daar neemt men het immers minder nauw met spellingsregels. Voor de uitspraak van het Middelnederlands is het volgende belangrijk. Het Middelnederlands kende aanvankelijk geen twee klanken in de uitspraak, zoals de ei in mijn of de ui in huis, waarin twee opeenvolgende klinkers in één vloeiende klank worden gecombineerd. Daarom zal je vaak zien dat bepaalde Middelnederlandse woorden anders uitgesproken moeten worden dan de spelling zou doen vermoeden. De naam van de dichteres Hadewig wordt met een i uitgesproken in plaats van de ei-klank. En het woord huus voor huis werd uitgesproken met een lange u in plaats van de tweeklank ui. Middelnederlandse literatuur werd vaker voorgelezen dan in stilte gelezen. En daarom is het belangrijk dat we de oorspronkelijke uitspraak zo goed mogelijk proberen te benaderen, al is dat vaak moeilijk. Wanneer spelling nauw aansluit bij de uitspraak, is het logisch dat er dialectverschillen zichtbaar worden in teksten. In het volgende fragmentje, dat afkomstig is uit het leven van Sint Servaas van Hendrik van Veldeke, zitten duidelijk Limburgse elementen. Jezus sprak tot zijn holden, die alle herten kent, hij zede, die mich mint, die zal mijn woord behalden. In vertaling, Jezus, die weet wat er in iedereen omgaat, sprak tot zijn vrienden, wie van mij houdt, zal mijn boodschap koesteren. Het meest opvallend is mich, maar het oostelijke karakter is ook merkbaar in de woorden holden en behalden, in plaats van houden en behouden. Houden of holden is een zelfstandig naamwoord dat vriend betekent. In de Oost-Vlaamse tekst van Don Vos Reinaerde komen heel andere dialectische kenmerken voor. In het begin van het verhaal houdt koning Nobel een feestelijke hofdag, waarop de schurkachtige vos als enige ontbreekt. Tibeert de Kater spreekt er de volgende woorden uit. Heere koning, doordat hier Reinaerde zit onhoud, zoon is hier jonk no oud, hine hebben te vroegene jegen u. Heer koning, omdat u Reinaerd vijandig gezind bent, is hier jong nog oud die niet komt klagen tegen u. Tot tweemaal toe begint een woord met een H die er eigenlijk niet thuis hoort. Hout is in het huidige Nederlands oud en hu correspondeert met het hedendaagse u. De tekst van de Reinaerd was vermoedelijk uit het Gentse afkomstig en daar was men onzeker over het gebruik van de H. Dat is trouwens een onzekerheid die in West-Vlaanderen tot op de dag van vandaag stand houdt. In de middeleeuwen vertaalde zich dat vaak in een spelling waar men dan soms een H weglaat, die er wel had moeten staan, en waar men andere keren één te veel plaatst. Dat laatste verschijnsel noemt men hypercorrectie. We zien dit verschijnsel trouwens ook in de hik van Hebben Olla Vogela, waar wij nu ik zouden schrijven. Spreken doen we niet in afzonderlijke woorden, maar in grotere gehelen. Woorden worden soms aan elkaar gehangen in de uitspraak en dat kan leiden tot klankverlies. Ook dit vinden we terug in Middelnederlandse teksten. We noemen dit klisissen.
Vaak gaat het om kleine, onbeklemtoonde woordjes die zich voor of achteraan een woord vasthechten. Soms blijft er van die kleine woorden bijna niets meer over in een tekst. En dat is soms verwarrend. In het Middelnederlands staat d'arme man eigenlijk voor die arme man. En hij kuste ze voor hij kuste ze. Meerdere woorden kunnen dus versmelten, zoals bijvoorbeeld ook in de vraag kindine, dat voluit geschreven wordt kende hij hem. Ook in hedendaagse dialecten zijn klesisvormen heel normaal. In chattaal betekent ik heb hem gezien, gewoon ik heb hem gezien.